We hebben gezien dat er twee types vergelijkingen zijn van rechten. Cartesiaanse vergelijkingen en parametervergelijkingen. Hoe zet je nu de Cartesiaanse vergelijking terug om naar de parametervergelijking? Wel, ik ga beginnen met het laatste geval dat ik al zei nog niet vergeten. Erbij te zetten. Als je Cartesiaanse vergelijking in de dubbele vergelijkingsvorm staat, dan is het natuurlijk heel eenvoudig. Want, ik ga een andere, ik ga letter P kiezen voor mijn rechten. Want de O, dat is een beetje verwarrend, dat is de oorsprong. Uit deze vorm kan je het steunpunt en de richting, het richtingsgetallen afleiden. Hier, het steunpunt, de coördinaat van het steunpunt worden afgetrokken in de teller. Dus dit is min 2, dit is 3. En dit is min 1. En de richting van onze rechten kunnen we ook aflezen. Dat zijn de getalletjes in de noemer. Kunnen we nog vereenvoudigen naar 1 min 1. Dus als je daar de parametervergelijking van wil opstellen, dan ga je gewoon je steunpunt verticaal schrijven. En dan je richtingsgetallen vermenigvuldigen met de parameter. Dus dit is het makkelijkste geval. Dit kost eigenlijk weinig moeite. Maar het is lastiger als de Cartesiaanse vergelijking in de stelselvorm staat. Want dan is het soms iets meer werk. We hebben gezien bij het filmpje van parameter naar Cartesiaanse vergelijking dat je drie mogelijkheden had, afhankelijk van hoeveel nullen dat je hebt in je richtingsgetallen. Dus we gaan nu gewoon omgekeerd starten. Het makkelijkste type van Cartesiaanse vergelijking om naar de parametervergelijking om te zetten is dit. We hebben eigenlijk een Cartesiaanse vergelijking waarbij dat twee coördinaten vastliggen. X is 3 en y is min 2. Dus dit is een rechte waarbij dat enkel de z-coördinaat kan variëren. De z-coördinaat komt niet voor in de Cartesiaanse vergelijking. Die mag zijn wat hij wil. Maar x en y zijn vast. Wel, als x en y vast liggen in onze Cartesiaanse vergelijking, ja, bij onze parametervergelijking is dat hetzelfde. Die x en die y-coördinaat die mogen niet kunnen veranderen. Maar in onze parametervergelijking hebben we een parameter nodig. We moeten ergens een parameter aan kunnen toekennen. Wel, we hebben nog één coördinaat over, namelijk de z-coördinaat. We gaan gewoon de z-coördinaat gelijkstellen aan de parameter. Dan hebben we toch een parameter in de vergelijking gebracht. En dit is meteen de parametervergelijking. Dus dit is het eenvoudigste geval. X en y liggen vast. En z is gelijk aan de parameter. Z mag zijn wat dat het wil. Goed, een tweede mogelijkheid die je hebt, is als je in stelselvorm dit hebt. Wat bedoel ik met dit? Wel, met dit bedoel ik twee vergelijkingen, waarbij dat er maar één van onze onbekenden x, y en z voorkomt in beide vergelijkingen. Hier is dat de y. Wel, in dat geval gaan we de enige onbekende die in beide vergelijkingen voorkomt, gaan we die gelijkstellen aan onze parameter. En ik ga hier even s gebruiken. Want daarnet hebben we r al gebruikt. En dan, als we de waarde voor y, als we y gelijkstellen aan s, dan kunnen we x en z berekenen in functie van die parameter. Als y s wordt, dan is het eigenlijk x plus s is gelijk aan 2. Of x is gelijk aan 2 min s. En hier, als we de 3z naar links zetten, ik ga hier nog een tussenstapje doen, dan is 3z gelijk aan min 1 plus y, maar y is s. Dus min 1 plus s. En dan vinden we, als we de onderste vergelijking nog vereenvoudigen, min 1 derde plus s op 3. En dan opnieuw hebben we onze Cartesiaanse vergelijking omgezet naar een parametervergelijking. Je kan hier nu veel makkelijker het steunpunt en de richting uit aflezen. Een laatste gevalletje. Dit is het lastigste gevalletje.
Je ziet hier, zitten we niet in dat speciale gevalletje van daarnet, want in beide vergelijkingen van onze Cartesiaanse vergelijking komen alle onbekenden voor. In dat geval gaan we ervoor zorgen dat we in deze situatie terechtkomen. Hoe gaan we dat doen? We moeten ervoor zorgen dat er termen wegvallen in dit stelsel. Als we kijken naar de matrixnotatie van dit stelsel, wil dat zeggen dat er nulletjes moeten komen als coëfficiënten. Als je een nul hebt als bepaalde coëfficiënt, dan valt die term weg. En hoe deden we dat ook alweer om nulletjes te maken? Wel, we gaan de spelmethode gebruiken. Dus we gaan even overschakelen op de matrixnotatie van dit stelsel. Een mooie twee schrijven. En dan gaan we twee keer spelen. Eén keer linksboven, als die verschillend is van 0. De rij van de spel, die mag je overschrijven. Onder de spel wordt het een nulletje. 1 maal 2 is 2, min 1 maal 1 is min 1. 2 min min 1 is 3. 1 maal 3, min 1 maal 1, dat is 2. En 1 maal 4, min 2 maal 1, dat is 2. We hebben hier nu al een nulletje gemaakt, dus de term in x uit de tweede vergelijking is nu al weggevallen. We gaan nog eens spellen. Dit elementje is verschillend van 0, dus dat mag. De rij van de spel die is ongewijzigd. Boven de spel komt er een nulletje. 3 maal 1, min min 1 maal 0. Deze wordt ook 3. En dan deze twee elementjes nog even rekenen. 3 maal 1 is 3, min 1 maal 2 is min 2. 3 min min 2 is 5. En 3 maal 2 is 6, min 1 maal 2 is min 2. 6 min min 2 is 8. Nu we nulletjes gemaakt hebben, gaan we weer onze stelseltje noteren. Maar nu zie je dat er termen weggevallen zijn. Dit is nog altijd een stelsel met dezelfde oplossingen, dus nog altijd een stelsel of een Cartesiaanse vergelijking van dezelfde rechten. Maar nu zijn er minder termen en we gaan kijken, x komt voor in de eerste, maar niet in de tweede. Y komt voor in de tweede, maar niet in de eerste. Z komt voor in alle twee. Dus dat wil zeggen dat we voor naar onze parametervergelijking te gaan, dat we z gaan gelijkstellen aan onze parameter. En ik ga even t gebruiken. En dan vinden we dat 3x gelijk is aan 8 min 5t. En dat 3y gelijk is aan 2 min 2. Dat gaan we natuurlijk nog, we moeten ervoor zorgen dat er x, y en z in het linkerlid komt, dus we moeten hier nog een beetje wegdelen. Z blijft t, maar dit wordt 8 derden min 5 derde t, en hier 2 derden min 2 derde t. En nu ga ik jullie nog een trucje leren, voor de mensen die de moeite doen om dit filmpje te bekijken. Je weet, een parametervergelijking van een rechte is niet uniek. Dus we kunnen een andere vorm kiezen. En die breuken zijn hier een beetje vervelend. Stel dat we die breuken willen wegkrijgen, kan je een keer proberen of dat je door een bepaalde waarde van t in te vullen, ervoor kan voor zorgen dat je een coördinaat bekomt zonder breuken. En ik zie hier toevallig op het zicht, stel dat we een keer t gelijk aan 1 stellen. Als t gelijk is aan 1, dan wordt de z-coördinaat 1. Dus ik ga dat eens doen. De z-coördinaat wordt 1. Als we t gelijk aan 1 stellen, dan wordt het 2 derde min 2 derde. Dan wordt de y-coördinaat 0. En als we t gelijk aan 1 stellen, 8 derde min 5 derde, dan wordt 3 derde of 1. Dus, als we een ander steunpunt kiezen, dan hebben we dit als vergelijking. En we kunnen het nog wat mooier maken. We zitten nu nog met breuken in onze richtingsgetallen. Als we de richtingsgetallen zouden opschrijven van deze rechten, dan zijn die min 5 derden, min 2 derden 1. Maar je weet, als je evenredige richtingsgetallen, stellen nog altijd dezelfde richting voor. Dus, we zitten hier twee keer met een noemer van 3. Als we alle richtingsgetallen maal 3 doen, is dat nog altijd dezelfde richting, is dan nog altijd dezelfde rechten. En ik zou zelfs maal min 3 kunnen doen, dan verandert het teken.
5, 2, min 3. Dus, welke parametervergelijking krijg je dan? Steunpunt 101 en plus 5t plus 2t min 3t. Een beetje werk, maar stel dat je nog heel wat bewerking moet doen met deze parametervergelijking. Een snijpunten zoeken of andere dingen moet doen, dan is het nuttig dat we hier de breuken weggewerkt hebben, gaat dat de berekening een beetje vereenvoudigen. Merk op dat we altijd ook een controle kunnen doen. We hebben hier nu een nieuw steunpunt gevonden, een makkelijk steunpunt 101. Dit is een steunpunt van deze rechte, maar dit was een Cartesiaanse vergelijking van die rechte. Dus dit steunpunt zou moeten voldoen aan de vergelijking van deze rechte. Wel, we gaan eens proberen. 1 min 0 plus 1 is 2. En 1 plus 2 maal 0 plus 3 maal 1 is 4. Dus dit is al een kleine controle dat we waarschijnlijk juist hebben.